Dag, mijn naam is Jos Aarsmaak en ik voor september 2015. Krijg x kwadraat plus 3 plus 2i x min 1 plus 3i. U vindt de oplossing. Wat is dan de mol van u min v? We werken hier in een complexe vlak. Wil ik zeggen, het is a plus bi. Dan de mol van z is dan gewoon a kwadraat wortel a kwadraat plus b kwadraat. Dus we gaan proberen die oplossing aan u min v te vinden. En u min v berekenen. Oplossing doen we d berekenen. D is b kwadraat min 4ac. Ja, uw b is hier, dit is uw a. Dit is uw b. Dit is uw c. B kwadraat is hier 3. Plus 2 in kwadraat, dus 3 plus 2 in kwadraat, ja, min 4 keer min 1 plus 3i. Ja. Nu we werken in c, krijg je 9, i kwadraat is min 1, onthoud dit hier, dus krijg je 9, 3 is i kwadraat, 4 i kwadraat wordt dus min 4, dan krijg je 6 plus 12i, ja, dan min 1 maar hier wordt plus 4, min 12i, dan merk je dat die 12i wegvalt, en die 4 valt ook weg, je houdt over 9, dat is dus 3 kwadraat, je hebt dus 2 oplossingen, altijd oplossingen, maar die heb je 2 oplossingen dus. Nu betekent dat, b, min b plus min wortel d tot 2a, wordt dus min 3 min 2i, dit is b dus min 3 min 2i, plus of min wortel van d is 3, gedeeld door 2. Eerst krijg je, de eerste term wordt dan, u min 3 plus 3 wordt 0, hou je over, min 2 gedeeld door i wordt min i. Dus min i. Tweede term wordt, krijg je min 3 wordt min 6. Krijg je min 6, min 2i gaat door 2. Dus min 3, min 3. Ja, min 3, min 3 wordt min 6. Min 2i gedeeld door 2 wordt dus min 3, min i. Nu, de eerste term is uw u bijvoorbeeld, uw tweede v. Ja, dus we gaan, dit is u, en dat is v, mag ook omdraaien, speelt geen rol. We gaan de u min v berekenen, dat betekent gewoon, ja, is u min i min min 3 min i, dan van die i's vallen weg, houdt alleen 3 over. Ja, dus uw a is dan gewoon 3 kwadraat de wortel van, is gewoon 3. Dus antwoord 3. Antwoord b, 3. Denk over de aangevonden.